Cliënten van het RIBW, een instelling die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening begeleidt, hebben de afgelopen tijd deelgenomen aan een fotocursus PhotoVoice. In deze cursus gaven cliënten hun eigen visie weer rondom het thema stigma of zelfstigma. De foto's die het resultaat zijn van de cursus zijn nu te zien in het bed and breakfast van de instelling De Vlinder. PhotoVoice is een cursus ontwikkeld door cliënten voor cliënten. Komt uit Amerika, maar is nu ook in Nederland al een aantal jaren voet aan de grond. Daarin kun je met je eigen zelfstigma of het stigma wat je voelt van anderen in de maatschappij of wat anderen op je leggen, kun je aan de slag om daar beeld aan te geven, om te laten zien wat dat voor jou betekent. En dat kun je vervolgens laten zien aan anderen en daar kun je over in gesprek gaan. En dan kun je ook de vooroordelen die er misschien bestaan over psychische kwetsbaarheid of verslaving, kun je dan lager maken of misschien zelfs wel helemaal wegnemen.